Olietankers die Curaçao aandoen varen binnen via de Sint-Anna-baai. En dat heeft consequenties voor de bewoners omdat de schipbrug dan wordt uitgevaren. Lange wachttijden voor het verkeer zijn dan ook niet ongewoon. Maar daarin komt verandering als de nieuwe verkeersbrug over de baai zal worden opengesteld. Het is een vaste brug van bijna 500 meter lengte met een doorvaarthoogte van 55 meter. Daardoor zijn de op- en afritten nogal steil geworden. De voltooiing van deze oeververbinding tussen Punda en Otrabanda vindt plaats precies 20 jaar nadat de plannen ervoor waren ingediend en ongeveer 5 jaar nadat de toen in aanbouw zijnde brug vermoedelijk door fouten bij de verankering plotseling was ingestort. Een ongeluk waarbij vele doden vielen, onder wie 4 Nederlanders die bij de bouw van de brug betrokken waren. Na de verslagenheid van 1967 heerst er nu vreugde op Curaçao, omdat binnenkort, gehoopt wordt nog voor het einde van het jaar, het verkeer van de nieuwe oeververbinding gebruik zal kunnen maken. En dat betekent een aanzienlijke verlichting voor het kleine eiland, waar het aantal auto's na 1950 is toegenomen van 5.000 tot 24.000.